In de nacht van 3 op 4 april 2023 omstreeks 10 voor half 4 werd een rijdende kraan door een goederentrein aangereden bij Station Voorschoten. De machinist van de kraan kwam hierbij om het leven. De machinist van de goederentrein raakte gewond. De kraan en delen van het perron kwamen op het naastgelegen spoor terecht. Een reizigerstrein van het nachtnet botste op de brokstukken, ontspoorde en brak in tweeën. Een deel van de trein kwam in het naastgelegen weiland terecht. Dertig mensen raakten hierbij gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzocht hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren en welke lessen kunnen worden getrokken. Het baanvak ter hoogte van station Voorschoten telt vier sporen. Twee daarvan waren voor het onderhoudswerk buiten dienst gesteld. De kraanmachinist moest twee andere sporen, waarop nog treinen reden, oversteken om zijn werkplek te bereiken en verlaten. Normaal worden deze sporen daarvoor tijdelijk buiten dienst gesteld. Ten tijde van het ongeval waren de sporen nog niet vrijgegeven om over te steken. De kraan is op het spoor gekomen waar op dat moment de goederentrein reed en is aangereden. Vanuit de tegenovergestelde richting naderde enkele minuten later de nachttrein van Utrecht via Schiphol naar Rotterdam. Deze reed in op de brokstukken, ontspoorde, brak in tweeën en kwam gedeeltelijk in het weiland terecht. De onderzoeksraad heeft de directe oorzaak van het ongeval niet kunnen achterhalen. Wel heeft de raad gevonden dat een aantal factoren heeft bijgedragen aan het ontstaan van dit ongeval. Een baanvak wordt voor onderhoud niet helemaal afgesloten en er rijden nog treinen langs de werkplek. Baanwerkers kunnen zelf niet zien of sporen in gebruik zijn of niet en of er treinen kunnen rijden. Deze cruciale informatie verloopt via mondelinge communicatie over meerdere schakels. De onderzoeksraad beveelt ProRail aan ervoor te zorgen dat baanwerkers altijd op hun werkplek kunnen komen zonder sporen over te steken waar treinen kunnen rijden. Zorg voor een fysieke afscherming tussen de werkplek van baanwerkers en de actieve sporen. En zorg ervoor dat baanwerkers zelf kunnen zien of een baanvak in gebruik is of niet. Onderhoud aan het spoor gebeurt vaak 's nachts. Hierdoor is het spoor overdag zoveel mogelijk beschikbaar voor reizigers. Met deze keuze heeft het onderhoudswerk vooral gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van een kleine groep nachtwerkers. Onderhoudswerk in de nacht is alleen verantwoord als minimaal de arbeidstijdenwet wordt gevolgd en als gezonde roosters worden gemaakt. De Onderzoeksraad beveelt ProRail aan om ervoor te zorgen dat de onderhoudssector maatregelen neemt om de risico's van nachtwerk te verminderen. En ervoor te zorgen dat ook ZZP'ers voldoen aan de arbeidstijdenwet. Ook beveelt de Onderzoeksraad ProRail aan om werk te maken van het registreren van ongevallen, zodat alle partijen daarvan kunnen leren. En ook om zelf de regie te houden op alle fases van het onderhoudswerk aan het spoor. Ten slotte beveelt de Onderzoeksraad de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan. Neem naast beschikbaarheid ook veilig werken mee in de opdracht aan ProRail. Neem belemmeringen weg voor innovaties voor veilig werken en om gezamenlijk te leren van ongevallen.